2400 van zulke brieven worden met een jubileumvlucht per zweefvliegtuig verzonden van Terlet bij Arnhem naar Noordwijk aan Zee. De Koninklijke Nederlandse Vereniging voor Luchtvaart herdenkt daarmee de eerste zweefvlucht die 40 jaar geleden in Nederland werd gemaakt. Dat gebeurde toen nog niet op deze manier en niet over zo'n lange afstand. Aan die eerste vlucht was veel vooraf gegaan. Otto Lilienthal had in 1891 de eerste glijvlucht volbracht, bij een latere zou hij omkomen. De Nederlander Schokking deed het zo in 1908. Van Tijen maakte in 1930 de eerste zweefvlucht bij Noordwijk. In de volgende jaren maakte het zweefvliegen opgang in Nederland. Men maakte gebruik van de thermiek bij de duinen. En wie geluk had, landde nog juist voor de branding. In de oorlog werden zweefvliegtuigen zoals bekend gebruikt voor luchtlandingen. Het was zelfs mogelijk zware tanks achter de vijandelijke linies te brengen. Na de oorlog experimenteerde men met telkens nieuwe modellen, waaronder de vliegende vleugel van de Fransman Fauvel. Op de dag van de jubileumvlucht is het weer bijzonder ongunstig. Toch volbrengt de veteraan John Fucken zijn opdracht correct. De belangstelling voor deze sport is groot geworden. De zweefvliegclubs tellen samen 2800 leden. De beste daarvan zullen uitkomen bij de wereldkampioenschappen in Texas. De opbrengst van de jubileumpostvlucht nu is bedoeld om de uitzending van deze kandidaten mogelijk te maken.